Die ging op lak. Hier is iemand in de auto bezig. Stop het. Dag meneer. Hier zien we van Tour de Vastelovend. En ik ben op zoek naar iemand steeds binding met de Vastelovend. Dat doe ik. En ik zie een vlag hangen en denk, ja, dat zal wel. Ook een Vastelovendstuurder zien dat ding. Of hadden ze ook verbinding met de Vastelovend? Ik ben altijd Joren Lichtwees in de ketel, dus en met die ook gespeeld. En met die ook gespeeld? Ja, dus het is 24 jaar, denk ik. Wie lang? 24 jaar. 24, oh, dan heb je... Dat moest ik nog weten trouwens. Wat ik dat weet? Ik weet heel veel, maar niet alles. Je bent er te veel te veel. Ja, ja. Dat is de binnenkant. Ja, lekker. Ja? Dat is lekker verder als moeite. Dat is er wel een beetje. Dat is een mooie fiets, ja. Ja, dat is, daar heb ik mijn grote vertrouwen nog van veel dan ook. Nee, de fiets valt wel een beetje door. De fiets valt voor, maar de goeie is ook fiets. Ja, en die vraag is, wat is voor echt vastgelovend? Wat is voor mij vastgelovend? Ja. Dat is een goede vraag. Dat kan niemand fatsoenlijk beantwoorden. Dat is een gevoel. Ik heb dat voor iedereen anders is. Ja. Voor mij was dat van vroeger goed in het café. Ja, bij VRO's en bij Nick van der Neel en bij Kattenbra. Dat was voor mij vroeger vastgelovend en die vriendenkring. Toen al. En later is dat die met Joekspel kwam, was dat vierde keer dat eigenlijk. Ja, ja. Dat was vast en open. Heb je gezien? Ja, en toen ben ik, of 12, 13, misschien nog wel langer, moet je zeggen. En toen was vast en open blijer, dat zou je zeggen. Ja. Toen ging ze met een keer naar Ruimen, een keer naar Venlo, een keer naar Belfeld. Dus toen was het eigenlijk vroeger puur hoofdzakelijk nog steel, puur. Dat was een verschil. Ja, joh. Dat is een kost wat meer. Nou, ik heb bij de Joeks gespeeld en met de keer een geweldige tijd gehad. Ja. Fantastisch. Vanaf van hier zet je dan? Ik ben op een gegeven moment bij de voetbalclub Steel. Daar ben ik op een gegeven moment uitgesteld. En toen ben ik via Wim Riemers, de gehoord van mij, van de Lega Sjoerdaar eigenlijk al, ben ik bij de Joeks gespeeld gekomen. Ja. En dat is toen was ik. Hier is dat geweest. Ik speel mijn tijd vanaf. Wat was jij? 82. Ja, dan ben ik in 83 erbij gekomen. 82 is een goed joh. Dat heb ik gehoord. Dus vanaf 83 ben ik erbij gekomen. Ja. Oké. Okay. En dan ben ik er bijna 24 jaar mee geweest en een geweldige team meegemaakt. Ja, ja, dat klopt. Maar hebben ze ook de vraag van kom ik erbij of heb ik gewoon zelf gezakt? Toen had, ja, en toen hadden we een klein trumpje, dat was volgens mij toen nog Bakker Baden tegelen. Die houdt een trumpje en ben zo goed zei. En ik ga voor trommelvlak, ik heb zo gehaald gepompt. Dus ik ben vier, ben Wilson in Bios gekomen. En dat heb ik toen gewoon, hij moet in Zwitserland, hij gaat gewoon aan. Dat is nog een beetje gebleven van die tijd. Heb je nog herinneringen dat zitten, dat zal ik nooit vergeten. Ja, die Oetstad is die met de Bruises hadden, denk ik. Ik vind het vast lopend zo, het zijn de vereniging gebogen en terecht. Maar door het jaar was een vreemd man. Dat was natuurlijk de kerst op de taart. Ja, ja. Plus die uitstapjes naar Belfeld, die we altijd hadden. Dus met de vastgelovend, waar altijd met zo'n zonne horen en waar altijd feest was. Ja. Ja, het uitkomen van Lucifer, ja, dat was natuurlijk traditie en het huurt erbij. Ja, dat was altijd fantastisch in de volle zaal. Ja. Maar die uitstapjes naar Bruises, door het jaar, als een vreemde man was, ja, dat was, dat kan ze een boek gaan schrijven. Ja, ja, dat klopt. Wat er toen gebeurde. Maar wie van man was je toen nog? Ja, een man of 18. Ja, een flinke. Ja, een leuk trucje. Ja. Dat pakte zich gewoon net wie no nacht eigenlijk. Ja, ja. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Ja. Alleen ik ben er 24 jaar bij geweest en voor mij was mijn zoon en ik kwam erbij. En die koos ook trommen. Ja. Dat was voor mij al een makkelijkere stap voor zelf goed te zeggen. Hmm. Plus ik had van het idee vroeger dat ze de shutterie Sint Martinus volgens mij geweest. Aan het eind van de shutterie, daar ging ik vroeger met een fluiterkorps, ging ik altijd met de shutterie mee. En die hadden een man met een trumpje. En die ben ik nooit vergeten, die heeft altijd voor de shutterie gelopen. Ja. En als ik die man nog tegen zou lopen, was dat voor mij nog altijd die man met het trumpje die voor de shutterie opleed. Ja, ja, ja. Die dacht, zo wil ze niet eindigen. en nu, zijn er mensen, ik ben nog denk ik, nou ik ben wel langer dan 13 jaar, ik ben nog 15, 16 jaar al geschepen. En nu zijn er mensen, ik heb het gemist binnen een optocht. Die nu meiden dat ik leed meeloop. Ja. Dus die hebben nog altijd dat idee van dat mensje met dat trumpje. Ja, ja. Als je niks ziet. Maar ging je op zich altijd goed gedaan, maar al het woord dat ze stoppen zijn. Ja, ja.
En toen, toen kwam er wel de Engelse bij de kwam 4 plan euro's, ja, dat is de hoofddirigent van de Hoekspel. Mm-hmm. En die kwam ik toen tegen de stad en die keer met de naam van wel. En die vroeg van wil ze niet bij de razer van ver komen. De razer van ver, ik had er nog nooit figuur. Ja. Maar dat is een combinatie tussen vroeger de razer eerst de carnavalvereniging in de stad, die zoet bij de Verlona zaal, mm-hmm. volgens mij. Mm-hmm. En de van ver. En dat enige waar dat die in de kieren nou en dingen worden gewoon door een windvies in Bobber. Dat was eigenlijk de enige bestoonsrecht van de razen van ver. Ja. Ik ben er toen mee gewoon, ik zei, god, die lijn ben je zo moet een deur, maar die was de enige uit de deur. Ik zei, dat moet Wim van Rievers mee gewoon. Ze hebben alles georganiseerd. Ik zei, toen het met Wim verhoogd is, toen ook meegegaan. Ook dat is weer leuk. Ja. Dus ook door hebben we, maar dan gaan ze andere groep, dat is een groep tussen 45 en 85 jaar. Ja, dat is allemaal wel rustig. En die lopen in een optog. En wie dacht dat bij de Hoekspel dat we goede drinkers waren. En wie in de stad erbij kwam, waren we maar klein lampjes. Toen worden de mannen van de jongens. Ja, en door via de razenvaar heb ik nu een keer 3 jaar met de Prinsenkapel van de Jokers meegelopen. Ja. Dat hadden ze weer een uitvallen, maar oh, ja. kwamen ze weer van Wilson. Dus heb ik dat ook een keer meegemaakt. Ja. En wie was dat? Ja, weer Angers. Die van Pollux heb ik als prins meegemaakt en Lex Uiting. Ja, dat was Angers. Dat was Angers. Dus ook wel een bij de Jokerspel van de Ketel en de Ketel zelf. Dat is veel meer een eenheid, een eindig groep. Mm-hmm. En bij de Jokers zoek ze ook eigen. Een tweesplitsing tussen het bestuur van de Jokers, de prins ja. en de rest. Dat hing er maar een beetje bij. Ja. En die moeten zich maar zelf aan zien. Ja, het was niet zo dat ze allemaal samen in één punt. Nee, die ging met 2 bussen. Het was allemaal keurig geregeld, ja. maar die ging met 2 bussen. En ja. Het gezocht, zeg maar, ging met een bus. En, ja, ja. en die troffen zich dan weer in de zaal. Ja, ja. En dat was het, daar is ze dan, daar is ze dan. En dat was het dan. Ja. Dat kost wel even oké. Dat ja. was leuk, 2 keer of 3 keer de dingen, de boete zit ik mee, maar dat is ja. echt leuk. Ja. Ah, ook weer anders, maar op een gegeven moment wil ze er vast bij komen. Ik zeg, nee, ik heb het 4 weken meegemaakt, nu is het goed, ja. zat geweest, maar ik ben de jongen de deur op. En dat blijf ik ook. Ja, dat toch ook een beetje vrijheid ook hebt. Ja, dat is wat vrijheid is. Ja. Ja. Ja, nou, dan wil ik je heel erg hartelijk danken voor uw tijd. Ik heb trouwens nog één ding, ik heb een keer een lucht gedaan in de hoek. Oh! Nou, wacht, ik wou dat even kijken. Oh, met de masker, oh, dat is. De masker, ja. Is dat, en wie is dat? Ja, dat heb ik in de zon meegenomen, dus dat heb ik in de kom. Dat heb ik een keer vakantie meegenomen, dat heb ik gekregen. En dit is een verhaal. Dat loog in het begin bij ons op stoep. Op de dingen, op de bij de vuurdeur, op een stoel. Daar staat de naam B. Pelzer op. Mm. Ik weet bij God niet hoe het vraag komt. Die wisten wel dat het erg goed. Ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat dit persoonlijk is gegeven. Maar waarom dat het dan lukt en van wie dat af komt, ik zou het niet weten. En dat loog gewoon ergens op? Nee, op de stoel, bij de vuurdeur. Hebben ze dat gelacht. Stik geen ja. recht op. Dat was dit hier. Dat is normaal een geschenk wat volgens mij in de lucifer kreeg, klopt dat? Ja, dat is wel voor spiegel over een hoerigheid. Over een hoerigheid ja. tegen dat. En waarom dat ene dat zo niet weten. Was er niet toevallig hoerigheid geweest? Of? Goed. Nee, ik heb... Bij de Jukskapel misschien... Vroeger heb ik hier met mijn kameruij de slag van de Conifea gedaan. De slag van de Conifea? Daar is het door het bestuur aan de vatten uitgesproken. Dat moet je doen, dat moet je wie, maar, dat mag ik toch weer voorstellen aan de slag. Ja, dan. Wil ik dat op televisie komen? Of? Ja, ja. ja, toen was het bestuurder van Joepie van Damakker, die had in de gymzaal volgens mij was dat nou gemeente goed. Dat was toen de Nieuwsbal. En die had fijn de buren afgezet en met coniferen. En ja, moest meer zijn eigen briefels was te leen, nou, als jongen. En ja, we hadden wat gedronken, we waren jong, we hadden geen kinderen of niks toen. En dan leefde nou, ik lopen met die coniferen op een gegeven moment. En het verhaal dat. Die keer die veer aan het door mezelf, laat op de ogen. Nou ja. Die zelf al een beetje ja, ja. En daar de wel een nacht, maar dat was niet een dag af. Ja, nee. En dat is een truc ik shot erin. Maar toen vond ik dat geweldig. En ik kan het af van hem maken. Het heet van de strijd zo. In het heet van de strijd ja. worden gezegd van, en geen meer, doe het nu zo veel. En dat klopt. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel, en dat is meestal spontane dingen die al gebeuren. Ja. Dat is toch wel lol. Dat was onze lol. Ja. En daarna zag ik ze anders op toe, maar ik ken hem wel altijd wel een dag. Ja, ja.
Ik had er geen spiet van. Maar steeds naar Indiana, bij de ketel. Ja. Dus steeds naar de ketel. Ja, dus ze noemden het de slag der coniferen. Ja, ja. Ze zien wat coniferen gesneuveld. Ja, ja. Nou, ja. Dan wil ik toch even goed, heel erg bedankt voor je tijd. Ik zou zeggen, hij is veel gebranden. Oké, doen we. Doen we zeker. We hebben een zwaar. We hebben een zwaar van de kerel, dus zeker. Niet zo. Heel erg bedankt. Oké, okay, goed wijs. Ja, even goed nog een fijne vaste volgende gewenst. Dank u wel. En dan horen jullie weer door naar de volgende.